Een pakketje voor Dylan. Huh? Ik ben veel te oud. Pakketje? Wie is veel te oud? Pakketje. Bruh. Naar een gloednieuwe unboxing video natuurlijk op mijn kanaal. Het is echt, ik heb de laatste tijd best wel veel geunboxed natuurlijk. Vorige week mijn mooie, prachtige Astro headset. En deze week hebben we weer iets nieuws. En je hebt waarschijnlijk al aan de titel kunnen zien wat het is. Het is niet heel groot en ja, we gaan het gewoon uitpakken. En ja, jullie weten het al, dus ik ga het zo meteen wel zeggen wat erin zit. Let's openmaken deze doos, deze plakband. Dat is wat easy. Oh, natuurlijk. Ze hebben fucking dat plakband echt over de hele doos eromheen gewikkeld. Aan de ene kant blijft het goed inzitten. Aan de andere kant, hoe de fuck moet dit openen houden? Hè? Dit zit echt fucking vast, jongen. Holy shit. Weet je wat? We gaan onze spierkracht wel laten zien. Oh, dat was één klik. Hot, dat was de andere. En daar waren de andere twee. Holy shit, oké. Okay. Bubbeltjes plastic. Nou, onze lol hebben we ook weer gehad. En holy shit. Jullie hebben toch al aan de titel kunnen zien. Dus ik pak het er maar gewoon uit. Het is niet een heel groot pakketje. Maar de Elgato HD60. Waarschijnlijk kennen jullie allemaal wel wat een Elgato doet. En voor de mensen die het niet weten... Een Elgato is een capture card, staat het ook echt op. Ja, game capture staat hierop. En dat houdt dus in dat jij je PlayStation game kan opnemen, livestream. Je kan ook ermee je PC opnemen. Maar ik ga hem waarschijnlijk vooral gebruiken voor PS4 games. Voor mijn video's, voor mijn livestreams. Dat het gewoon 1080, 60 fps kan opnemen. En dat ziet er gewoon fucking, dat ziet er echt heel anders uit met van wat ik nu doe. Dus we gaan natuurlijk ook nu even dit nog even openmaken. En als we klaar zijn met het openmaken, ga ik zeker een voorbeeldje laten zien van de gameplay. Ik ga gewoon even een potje doen, ergens een eBay of zo, denk ik. Dan kan ik de kwaliteit gelijk laten zien. Dus let's openmaken dit ding. Oké, weer de schaar. Oh nee, wacht, even heel. Ik spaar weer dozen natuurlijk, dus deze moeten we houden. We zien daar een Triton, Astro, mijn gamingmuis en daarnaast... Oh, ik kan echt niet wijzen. Zien jullie die mooie Elgato? Dat is te zeggen met de Elgato waarmee ik nu nog opneem en... Dit schatje gaat het overnemen. De nieuwere versie natuurlijk van de Elgato. En laten we even dit mooie folietje eraf halen. Even zien, gewoon met de schaar. Lichtjes eroverheen. Hots. En dan maak je zo'n mooi krasje. En dan kan je het openen. Holy shit, dit heb ik goed gedaan. Dit. Holy damn. Oh. Voilà. De doos is... Oké, er zit één krasje op. Ik heb niks gedaan. Ik probeer alleen het papier eraf te krijgen. Voilà, holy shit. Oké, dit is natuurlijk de doos zonder folie. En we gaan hem nu openmaken. Volgens mij, ja, kijk, je moet hem schuiven, oké? Oké, niet dat er iets achter afvalt. Hots, dit is natuurlijk het hoesje. Dus, er is nog een doos in. Oké, hoe moeten we deze openmaken? Oké, ik zie het denk ik al. Moet dat zo of zo? Oké, het is een soort, ja, wat is het? Een boekachtig of een cd-hoesje. Oké, daar gaat hij. Daar heb je hem hoor. Mooie kastje, we gaan hem gewoon er gelijk uithalen. Holy shit, dit ding is fucking klein eigenlijk. Kijk mijn hand. Mijn hand zit erachter, zo groot is die. Dat is echt... Het is echt een klein dingetje, maar het doet fucking veel werk. Holy shit, je ziet ook op de achterkant... Zie je Elgato Gaming staan. Het is een soort van... ja, wat is het? Rubber stofachtig iets. Dus lekker zacht om op de liggen natuurlijk. En je hebt ja natuurlijk even zien... HDMI import, dus daar doe je een HDMI kabel in. Volgens mij dacht ik, naar je PS4 of monitor, dan moet ik zo meteen even kijken. Of ja, en natuurlijk ook de mini-USB, wat waarschijnlijk naar je PC moet, dat weet ik 100% zeker. Ik heb echt heel lang geleden pas mijn Elgato weer aangesloten. Dus ik ben echt helemaal kwijt hoe ik die shit allemaal moet aansluiten. Wat er nog verder in zit, is een paar kabels natuurlijk, in de HDMI kabels.
De HDMI-kabel en de USB-kabel. Oké. Okay. Die hebben we natuurlijk zeker nodig. Zit er nog meer in? Zit die? Zit het? Ja, hier een gebruiksaanwijzing. Oké. Ik denk, ja, dit was het allemaal. Oké. Okay. We gaan deze doos zeker ook even bewaren. Dus ik doe hem even weer in elkaar. Hoppakee. Oké, wij gaan dus even dit schatje aansluiten. En dan gaan we zo meteen laten zien hoe die eruit ziet als hij aangesloten is. En wat voor kwaliteit hij nou echt werkelijk geeft met de PS4 of een gameplay, weet ik wel. We gaan dan gewoon ook even lekker op Infinite Warfare een potje doen. En dan gaan we gewoon met de HD60 opnemen. Dus let's fucking go, jongen. Zo mensen, we zitten natuurlijk in een TDM potje op de Call of Duty Infinite Warfare natuurlijk. We gaan lekker met de Elgato HD60 opnemen. En zoals je ziet, als ik rondbeweeg, loopt het zo fucking smooth, hè. Ik heb serieus ook net even getest bij opnametjes en het ziet er goed uit. Dus we kunnen ook 60 fps gaan streamen en ik ben hier fucking blij mee. Dus we gaan gewoon lekker dit potje TDM proberen te winnen op de map Genesis. En dan speelt trouwens met de VPR Evo. Of VPR Evo, dat is iets anders, dat de RPR Evo. Met de VPR Sting en dit ding is zo overpowered, kan je zeggen gewoon. Dat ding heeft gewoon geen recoil meer en op de map Genesis dus de lekkerste machine gun map. En trouwens jongens, ik zag net een video van Enzo Knol binnenkomen. En onze grote vriend die altijd meedoet in onze stream is natuurlijk in zijn video gekomen. A.k.a. Sam/GamingTechsNL. Dus super awesome nog. Hey, gefeliciteerd nog Sam met de tv en natuurlijk Anko en de hele familie natuurlijk. En jongens, Sam en Anko hebben natuurlijk ook samen een YouTube kanaal. Check zeker even uit, GamingTechsNL zal ook even in de beschrijving staan. En gun het hun jongens, ze zijn gewoon super awesome guys, dus zeker ook die tv verdient met Noorns. Oh shit, kut. Dus dat wil ik even zeggen en we gaan op zich niet heel goed, maar weet je, het is voor mij nu gewoon een normaal potje. En ik probeer er gewoon niets van te maken, maar deze enemies spelen raar jongen, een beetje sloom kan ik zeggen. Maar die hipfire van dit wapen is ook, oh my god, ik ga dood. Oh, ik dacht van weet je, misschien kan ik die granaat nog overleven, oh nee toch niet. Dit wapen is zo sterk. Check. Ik wil die hipfire even laten zien. Oh shit, even sliden. Check die hipfire, hè? Kijk, ik. Ja, oké, soms is het niet altijd best, maar. Meestal, kijk, zoals hier. Kijk, hij raakt gewoon fucking chill, jongen. Dit wapen is echt ziek. Natuurlijk voor die verdere. Die guy heeft een aim, ouwe. Voor de verdere afstanden gaan we wel gewoon inzoomen met het ding. Dus. Oh! Echt, bitch. Wacht, kan ik terug? Ik kan niet terug. Ik wacht hier wel op. Iets hierheen. Hoek. Oh nee, nee! Ah, het reactive armor. Oké, nice, teammate had hem. Deze mensen spelen een beetje gaar. Een beetje op één plek blijven ze zitten. En ze lopen niet echt rond, zou ik maar zeggen. Dus ze blijven nu met z'n allen daar. Het is een beetje kut om erop af te rennen. Oké, fuck it. Reactive armor. Gekild. Nice, teammate. Hots. Niet meer. Oké, span allemaal hier binnen achter mij. Dus we gaan even hier zitten. Even liggen, kan dat? Dank u. Ik hoor die vriend. Sorry. Die Astro en de Elgato, jongens. Mijn setup wordt natuurlijk steeds uitgebreider. En je kan natuurlijk zeggen dat ik best wel. Ja, ik hoor het vaak. Je hebt geld te veel, dit en dat. Maar weet je, ik krijg. Holy shit. Ik ben laatst jaar geweest. Dus ik had best wel wat geld gekregen. En de donaties. Nog thanks, Sam en Mauro natuurlijk voor de donaties. Daardoor kan ik deze shit ook allemaal kopen. En dat is super sick. En ik had trouwens ook nog een Z1 skin verkocht voor €93. Dus ja, dat tikt allemaal wel lekker aan met de money's. Nou ja, weet je, ik breid alleen maar kwaliteit aan voor mijn eigen kanaal. Voor jullie om wat mooier en leuker naar mijn video's te kijken natuurlijk. Dus daarom doe ik het ook, hè. Oké. Ik had hem zo weak, jongen. Oh, die vent had echt geluk dat ik hem niet had gekild. Hij is alsnog gekild. Kijk, kijk. Zag je die recoil? Dat was zo weinig, hè. Dat is zo. Kijk, check die afstand. Hij heeft een sniper. Besef, hè. Dit is een submachine gun. What the fuck, jongen. Ik raakte die vent best wel vaak, maar hij is niet dood. We hebben ook fucking veel kogels, gek. Holy shit. Wat zie ik nu eigenlijk pas? Oké, ik ben dood. Ja. We gaan niet zo heel goed, omdat deze mensen een beetje vaag spelen. Maar het gaat natuurlijk ook om de kwaliteit van de gameplay nu. En niet om de kwaliteit van onze score. Want ja, dat is echt onduidelijk. Teammates, als we dit winnen, ben ik blij. Hots. Zit hij daar nog? Hier ergens? Ja. Kijk, hier gewoon van zijn headlist. Met de... Oh shit. Doei. Oh, wat hun aan het doen waren. Lekker, lekker. Oh my god. Zijn er nog meer? Ja. Hots.
Hey, dit is het wapen, ouwe. Check één keer hoe hard we gaan nu, jongen. Wat? Hier zit er nog ergens één. Oh, die is al dood. Holy shit, we hebben blind eye aan. Dus geen last van die warden. Dus fuck jou met je warden, hè. Holy shit. Kijk, de comeback, jongen. 10 streak alweer. Holy shit. Ik van één keer ga ik gewoon gelijk weer goed, hè. Zit allemaal hier. Lekker links. Wat, hij ging om mij? Oh, die team is sprongen er wel mooi overheen. Oké. Oké, het is wel echt een close potje, hoor. Kijk, dus fucking... Moeten we dit wel even vinden? Span hier. Ja, span hier, denk ik. Ja, hier. Pots. Was dat iedereen? Oké, lekker teammate. 2 kills voor, kom op jongens. Lekker, die andere ook. Hoe was hij niet dood? Er zit iets vast in mijn kill. Oké, nog 1 kill, kom op. Ja, kijk aan. Uiteindelijk toch nog wel een chille score neergezet jongens. Kijk, dit wapen is wel echt chill hoor. Alleen, dit was niet echt het potje dat ik echt dacht van, oh damn, dit ging wel hard. Maar op een of andere manier aan het einde van de potjes werden de enemies heel slecht opeens. Dus we killden echt iedereen. Of we waren gewoon fucking goed. Of ja, die smarty camera was gewoon insane goed. Maar jongens, dit was natuurlijk de unboxing video. En natuurlijk even de, ja, een soort gameplaytje er tussendoor van om te laten zien. De Elgato H60 is super chill. Ik raad hem ook zeker aan om aan te schaffen. Gewoon 60 fps, dat is gewoon een soort van voorwaarde eigenlijk. Een soort van... Het is een hele grote verbetering van de kwaliteit met video's maken. Dus ik raad hem zeker aan. Hij kost natuurlijk wel 150 euro voor mij. Ik dacht eerst 190. Dat zag ik het voor het laatst ergens. Maar bij Coolblue was hij gewoon 150. Dus ja, ik zou hem gewoon bij Coolblue bestellen. Daar is het denk ik het goedkoopste. Dus zeker aan te raden jongens. En dit was natuurlijk de video. Hopelijk vond je deze video leuk. Vind je zeker een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, man.